Right. Nou, dat is een konijtige familie hier. Wat is jullie zusje?
eyes alive. Wat ga je doen als je het bij je gaat doen? Nou, dat was wel allemaal goed. Ik ben een nul. Ja, ik heb het alles gedaan. Ik heb het wel nul. Ik wil weer sparen. Ja. Het geld wat ik heb gegeven is gewoon een gift, dat weet je. Hè? Nou. Ik wil gewoon nog. Nee. Nee. Ik doe toch niks met het geld. Hij weet dat ook. Ik rij er niet van over auto, of niet over zijn bank gezeurtje. Ik ben niet in ieder geval Alexander. Ik wil gewoon dat dat jaar wat je hebt meegemaakt, dat dat voor de rest van je leven gewoon een geweldige herinnering is. Ja. Uiteindelijk is dat. Kijk, mijn vader die kwam toen in de kliniek terecht. Hij had heel veel plaatsen, maar weet je wat hij daar alleen had? Dan ga je die cassette van mij. De rest moet je allemaal achterlaten en een paar foto's. Nee. En die herinnering is het belangrijkste. Ja, nou die moeder en mijn vader mag ook bij die. Je hebt wel het idee dat ze echt van jou? Ja, ze is echt. Als er geen optie is om weer voor je project te komen, dan wil ik wel met je vrouwen. Oh. Je weet al hoe dat vrouwen werken, kun je het ook in het land tijden. Ik ben nooit zo geweldig geweest qua vrouwen, maar. Eergisteren ging ik weg bij die Annie. Ze is aan het dementeren, ze zegt de hele tijd hetzelfde, is ook heel jaloers. En toen dacht ik van, ik ga met de auto naar die Inge in Eindhoven, die zet ik dan een grote risico met je samenwonen. Mm. Toen zei ik van, ik kan naar je toe komen als je wilt. Oeh, dat komt me niet uit. Ik krijg bezoek. Het was dus 8 uur 's avonds. Dat vond ik heel raar. Ja, heel raar ook. En ook dat ze wel eens zei, als je naar me toe komt, kun je dan wel van tevoren zeggen dat ik kom, dan ben ik voorbereid. Ze zei, ik niet, we zitten de hele dag thuis. Maar dat is iets te zeggen, soms is het fijn als je dat komt van tevoren weet, ondanks dat er niks achter zit. Ik heb dat ook wel eens. Gewoon, ik vind het fijn, dat ik dan ruim ik op weet. Ja, moet je bedenken, dat je niks hebt. Dat is natuurlijk niet. Maar ik snap het wel als je zegt. Hij houdt zijn familie niet af. Ik snap het wel als je zegt. En het is vandaag dat je dat. Nee, maar jij hoeft niet op te gaan. Dat eerste en dat tweede erbij samen, en dat geeft je gelijk. Als je wil samenwonen, dan moet je ook laten zien hoe je bent. Ja, als je wil samenwonen en je hebt niet altijd tijd voor jou, maar dat is vandaag. Dat is geen normale zaak. Maar wat ook apart was, ik was bij Miranda meer dan 2 weken geleden. En dan ja. Ik zeg van ik ga later dan naar huis, want het is een eindje rijden of tijd vertrek. Ik rijd iets niet in het donker. Mm. Zeg ik, en wat doe jij? Ja, ik blijf de hele dag thuis. Nou, ik rijd weg. En de navigatie werkte niet. Dus ik moest die aansluiten op de auto, dus ik stopte. Binnen een minuut kreeg ik mijn handen om. En daar stond wacht. En ik had het idee dat ze zat te wachten tot ik wegging. Mm. Maar stom was, ik vaccineerde op haar, dat was dus macht en gewoonte. Toen ben ik later vroeg, ja, aan hoe was het thuis? Ja, ik was nog even weg. En dat voor ons dat ze thuis is geweest. Dus dat klopt ook niet. Mm. Kijk, Vera is wel eerlijk, maar Vera kan niet de deur uit, omdat ze al verlamd is. Ja, nou, dat is worden, hè. Het is cynisch, maar het is waar. Mm. Oh, ja, ik denk dat ze. Dus ik vroeg ook aan mij voor die hartstikke, wat ik die aan jou vrouw ben, denk ik dat u alleen als iemand ja, daarom zijn we ook al iemand verhuisd, maar ik ben je vrouw daar, dus... Huis? Ja, ze bij die vader bedoel je? Ja, ze woont dus bij die vader. En die moeder woont bij de oma, want ze zijn een eigen plek genomen om dat ik gaan was. En wanneer ga je dan terug? Ja, hoi, ik ben bij 3 Koneten. Als je dan gelijk eindje heb jij goede raadskamer? Ja. Dat is Angelo. Dat is Angelo, dat is de tweede zoon. Dus we door dezelfde ooit vaak gebracht als Ricardo. Hij is inmiddels gepensioneerd. Hij is door dezelfde. Angelo is door dezelfde ooit vaak gebracht. Die ooit was trouwens niet gepensioneerd. Maar dan heb je Ricardo, hè? Je kent hem nog. Hij ziet konijntjes uit, hè? Ja, wel, ja. Nee, hij is een lekker jong. Wow. Ik ken hem nog. Waarom lijkt hij op zijn broer? Vindt je Angelo op hem lijken? Oh, dat zie ik allemaal niet, want mijn beeld is weg. Wow. Ja, wat wel raar was toen Angelo geboren was, kreeg we jarenlang gratis melk. Ja, ja. Dat is
Ja, heb jij daar een verklaring voor? Heb jij daar een verklaring voor dat dat gebeurde? Nee, heb ik niet. Ja, Robert is in de keuken, hij schaamt zich ervoor, hij lijkt op de kerstman. Ja, ja. Maar hij is gewoon gewoon kerst. Hij heeft geen vlees, dus ook geen vlees. Is dat goed? Nou, ja. Hij heeft kerstboom. Ja, waarom heb ik geen beeld? Wat heb je? Waarom heb je? Geen beeld. Ja, ik ben misschien te mooi. Ja, ga daar niet over. Ja. Ja, ik had wel helemaal te droom vannacht. Ik droom dat ik in de regen fietste. Ja, ja. Ik stond er niet sommige mensen zeggen dat de dromen zijn leuk. Nou. Ja, dat zei de mensen in Engeland, die zagen mij zagen aan de boom. En ik kwam een vrouw met me praten. Ik praatte best wel intiem. Dat was een beetje apart. Ik ken haar niet, maar ze woont samen. Tot de kinderwens, maar dat was de rode vrouw was nooit gekomen. Mooi, dat zal allemaal wegblijven. Veel kinderen krijgen is mooi. Je bent wel bang om ze kwijt te raken. Je ziet alleen maar verder. Ja, dat is niet helemaal nodig. Ja, nee, nee, maar kinderen als ook kwetsbaarheid, hè? Ja. De koude nachtje waren al duur, de zoons wouden dan met mij op de hele toe. Ja, die zouden nog wel. Ja, en nee, weet je wel, dat was duur. Ja, dat is compleet dat de verder aan de koude kwamen. Maar mensen, die gaan weer op. Ja, ik begrijp je wel weer, als je tijd hebt. Nee, ik zie mijzelf gewoon. Als je een beetje rondgaat. Nee, natuurlijk maar. Ik kan mijzelf gewoon zien. Ik kan op de beste plek om uit te vinden. Ik zie maar een heel klein plekje. Dat is apart. Maar heb je de bomen gezien die hier gegooid zijn? Ja, heb ik gezien. Dat was een weinig. Ja, dat zal best wel, ja. Ja, verzorgen. Ja. Moet je morgen naar je gewoon werk? Nee, overmorgen. Je zult niet in de stad. Nee, morgen is zondag. Nee, dat is, oh ja, dat is waar. Nee, dat is die uit de E-team. Die kerel van. Die donkere jonge knul, die is uit het E-team. Nee, dan hang ik op, dan spreek ik je later, goed? Ja, prima. Hoi, hoi, Felix. Hoi. Ik was heel beleden. Als ze niet kon zien, ik zie mezelf, het ligt aan haar telefoon, niet aan de mijne. Ja, dat is wel. Vrouwen denken toch vaak wel anders dan mannen. Dat is niet willen zeggen, maar vaak merk ik dat toch wel. Merk ik ook bij je zusje van. Dus. Maar, ja, want, ja. Ja, ik merk dat mijn eerste wel een soort afhankelijkheid heeft, dat iemand anders heeft. En dat was eigenlijk. Ik ben blij dat hij er nog is. Ja, dat is zo. Ja. Ik ben wel bang voor Sander dan. Nee, maar op die manier wil ik niet. Dat ze per se een vriendje moet hebben, zodat ze zich meer zelf verzichten. Dat is jammer. Maar ze is ook nog jong. Ik bedoel, het kan ook zijn dat ze een paar jaar zo meer zelfverzekerder is. Dat ze niet genoeg is. Het is wel zo dat vergeleken met 2 jaar geleden, dat ik tegen haar zeg, je merkt zelf dat je niet de domste bent. Dat je best wel slim bent, dat je veel hebt meegemaakt. Wat zegt ze nu? Ja, dat merk ik. Eer als 2 jaar geleden, als ze zichzelf gewoon dom vond. Maar ja, de laatste keer bij je moeder, dat ging plotseling heel raar met dat, ja, dat dekbed. Toen dacht ik van, ze zonder dat van haar hebben. Plotseling, van de een op de andere moment, hele rare reactie. Ja, dat geeft ze altijd een brede reactie van. Dat is irritant, maar dat blijkt iedereen een beetje van.